ruikt eieren. Yo, ja, ik heb het ontbeten. Ja, ik heb het zo meegemaakt, moet ik zeggen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig, Gierig, iets met gasten. Ja, vandaag is gewoon weer een oldschool gierig gasten item. We hebben al een aantal keer een huisbezichting gehad. Dus hebben we gratis gaan douchen. Zet hier één deur op slot, hoor dat. We zijn een keer gratis gaan zwemmen. Hele goede dag. Hallo. Kom op, Niels. Je bent de sloot. Niels nog een keer in bad gegaan. Gozer, ze zijn hier naast op de gang. Oh, wat is dit? Maar wij zijn benieuwd of we vandaag ook een gratis lunch mee kunnen scoren. Dat is ook wel ergens heel nieuwsgierig klinken, hoor. Ja, ik ben nieuwsgierig wat er in die koelkast zit en of ik gewoon een eitje voor mezelf kan bakken. Maar wel, ik zit mezelf nu in deze rol te spelen. Wie van ons gaat het doen? Ik zou zeggen, jij trapt hem af, als we hebben twee bezichtigingen ja, staan vandaag. Oké, doe ik de eerste, nu jij de tweede. Oh, ik krijg dit nu al heel slecht. Ik heb een ziek undercover vintage. Ja, het staat je fantastisch, die tas. Kan je echt hebben. Ik zou het gewoon aannemen als je nieuwe jouw stilo. Jouw Pepsi-flesje daarentegen. Ja, die komt uit 1997. Dit zijn onze geheime cameraatjes. Het enige wat we nog even nodig hebben, een goed verhaal. Nou, gewoon, we zijn op zoek naar een huis. Ja, maar wie zijn wij? We zijn partners. Zaakpartners. Nee, gewoon, we delen het bed, Joost. We hebben een kind samen. Nee, Martijn. Ja, Joost. Nee, dit is onnodig. Zakenpartners kopen geen huis samen. Is goed. Ja, wij doen maar, het. Maar, jij ligt onderop. Denk je niet dat dat logisch zou zijn als wij samen een koppel waren geweest, Joost? Maar goed, wij hebben dan wel, wij moeten wel iets met koken hebben. Nou ja, ik ben op jou gevallen. Wij hebben een pannenkoekhuis. In de omstreken van IJmuiden. Ja, we zijn Gees. We hebben een pannenkoekhuis. In IJmuiden. Dat klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, dat is een lieve vrouw. Is voor jullie samen? Ja. Leuk. Kijk maar even rustig rond. Als zeker. Vindt, ja. Wat vind je van de keuken, schatje? Je bent, hebben we hier met een kok te maken. De keuken is mijn territorium. Je bent dol op keukens. Oké, dan is er misschien wat aan de kleine kant. Maar goed, moet je even beoordelen. En boven? Wat mooie. Mag ik? Ja, je mag alles overtrekken en kijken. Wel veel opbergruimte. Denken we elkaar naar boven. Weet niks. Wat is de reden dat dit open staat? Ja, die heb ik opengezet, want iedereen vraagt al waar zit de meterkast. Ah, oké. Okay. Ja, we hebben een pannenkoekenrestaurant. Al heel lang in de familie. De Stroopot heet dat. Waar niet. Is dat? IJmuiden. Oh, ja. Heb je niet in de krant daarmee? We hebben er vroeger mee in de krant gestaan. Oh, okay. Hoe zit dat? Hoe zit het met die opbouw? Met de opbouw, die is met vergunning gedaan gewoon. Zij wordt helemaal bang voor ons. Ja. Zij denkt dat we hier de boel komen nakken. Dit is niet, maar misschien helpen die hebben deze mondmaskers ook. Nee, natuurlijk. Ik vertrouw er helemaal niks van. We moeten hier weg. Hij gaat ergens anders. Ja, fuck. Ik vind het echt zielig waar. Oh, jongens. Dit is een stukje moeilijker dan gedacht. Dit was de allerslechtste probleem, maar zij vertrouwde er niks van. Met die leren jas ook, van je werkt ook niet mee met die mondkap. En die capuchon van jou helemaal in het zwart dan. Nee, maar eerlijk, dit helpt niet echt mee. Misschien ook veel te mannelijk. Je moet een beetje cake overkomen, anders gaat natuurlijk niemand je geloven. Of we moeten gewoon een ander verhaal hebben. Ja, ander verhaal. We gaan terug naar de tekentafel. Wat ook nog wel even leuk was, was de volgende koper, potentiële koper, die stond daar voor de deur met een makelaar, bekende kop. Welkom. Dank je. Dat is goed, jongen. Ja, goed. Met jou? Is lekker? Ja, zeker. Bij jullie? Ja, goed. Goed. Ja, we zaten even te kijken. Of een serie is een film? Nee. We zijn gewoon even aan het koken. Okay. Volgens mij is dit het vriend van Sylvana. Hey, Sally, kom maar filmen! Ja, ze filmen. Huisje kopen of filmen? Huisje kopen filmen. Ja. Nee, huisje kopen. Wat een timing. Sylvana, als je kijkt, geef je vriendje even een stoot in zijn slaap. Vertel me niet waarom. What the fuck? Maar wij gaan door naar het volgende huis. Zelfde tactiek. Jij kookt, ik leid af. Joost, wat zijn we van elkaar? Ik kan ook gewoon je maat zijn die jou adviseert. Joh, we hebben een pannenkoekenrestaurant. Jij bent je pannenkoekenrestaurant, laat het los.
Je hebt een gezin, alleen die zijn er nu even niet. Jij hebt dat kijken, dus je neemt mij gewoon mee als... dat ik gewoon heel goed vriend met je wifi. Ik weet wat zij leuk vindt. Ja, maar... als je eens een keer naar mijn huis zit, laat me even uitpraten dit is dan. De reden waarom, laat mij uitpraten dit is de reden waarom ik geen huis met jou wil kopen. Oké, doe jij en daarna wil ik echt wat zeggen. We moeten daar lang zijn, volgens mij hoort ze iedereen ons nu ook. Geloof mij, ik ga alle aandacht op mij. Beloof je ik jou, bij deze. Top, let's geen go. Probleem. Ik ga een hartaanval faken. Komt goed. Nee, niet te heftig. Ja, moet jij eens opletten hoe heftig. Goedemiddag. Hoi, hallo. Goedemiddag. Wij komen voor de bezichtiging. Ja. Joost. Hi. Dit is Martijn. Ik ben Martijn. Ik ben geïnteresseerd om hier met mijn vrouw en kind hier te wonen. Ja. Ik ben recentelijk vader geworden. Gefeliciteerd. En dit is gewoon een hele goede vriend van mij. Heeft veel ervaring ook met huizen. Die ga je waarschijnlijk heel veel vragen stellen die ik zelf anders nooit gesteld zou hebben. Want wat staat er iets in het bestemmingsplan op eventueel nog een uitbreiding? Of dat... We zitten al uitbouwen aan. Ja, precies. Sorry, ik ben helemaal weg van koken. De keuken het allerbelangrijkste plekje in het huis. Mag ik brutaal zijn, laadje opentrekken, kijken wat allemaal, ja? Hoe gaat die afzuigkap aan hier? Volgens mij is dat hier. Nou, dat was ook. Handig. Het ruikt niet heel fris daar, hè? Nee, het ruikt niet fris daar, nee, zeker niet. Ruik eens. Alsof er een soort van afvoer. Nee, zo ruikt het niet, vind ik. Oké. Tot ziens. Fijne dag. Tot ziens. Die heeft ons gehoord. 100.000%, zeker. We lost it. We lost it, zeker. Dat was een hele knappe meid. Ja, en dan kunnen we niks meer. Ja, die wijkt niet van mijn zijde. Nee, die, echt gewoon niet. Nee, ik heb geen seconde... Had geen oog voor mij. Dat is ook voor het eerst. Ik wist waar ik overkwam. We moeten het gewoon, denk ik... nog een keer proberen en iets meer geluk hebben. Veel meer geluk. Maar Martijn, we zijn een dagje verder. We hebben dus een nieuwe afspraak gemaakt. Ja. Moet het wel doen met een iets goedkoper huis. Ja, last minute is het gewoon lastig. Het gaat niet je om... Je baalt een beetje. Ja? Jij wilt het eitje in een heel duur huis ja, hebben. Ja, en je wilt twee verdiepingen. Dit is één verdieping, dat is lastig. Oh ja, dat maakt dat een stukje moeilijker. En het ging al zo soepel. Ja. Maar goed, we gaan het gewoon weer proberen. Jij leidt geen af. Ik ga een ijs proberen te bakken. Kijk eens. Hallo. Kijk eens. Nou, welkom. We gaan in de lokaal beginnen. Oh ja. Mooi die ramen. Jullie nog speciaal iets zien of denken jullie van de loop even rond? Ja, we doen wel even een rondje. Het is wel anders dan wat we voorheen hebben gezien. Hè? Mag ik gewoon de kastjes en zo opentrekken om te kijken voor de ruimtes? We hebben te maken met een echte chef-kok. Ja, helemaal. Ja, tuurlijk. Ja, keuken is voor hem echt de grootste... Ja. Maar professioneel ook. Ja. Oké. Okay. Nou, Prijs. Ja. En muiden. Strooppot. Even zien, waar zit de badkamer? Oh, de badkamer, ja. Ik loop even mee. Ja? Ja. Mooie stenen. Ja, zeker. Het maakt wel ontzettend lawaai dit. Ja. Ik heb bij mij thuis, ik hoor niks. Oh ja, dat is inderdaad een wat verouderde afzuig. Waar is de motorgast? Wat kipwerk. Het lijkt alsof het een beetje is... afgeraffeld. Ik doe het. Pan. Fuck, mijn kleine pan. Let's go, tot dan. Hier ook, je ziet toch wel een beetje waar je bent uitgeschoten. Ja. Ik ben dan echt een tientje precies hoor, wat dat betreft. Ja. En dat is... Nee? Hij moet zeggen, het oog is groter op de foto's. Maar ja, dat is altijd natuurlijk. Het is een beetje verouderd allemaal, maar het is natuurlijk ook niet de hoofdprijs. Wil je verder nog wat zien? Hier is het toilet, nog een slaapkamer hier. Ik ruik eieren. Lekker. Yo. Ja, ik wil niet ontbeten. Even een ontbijtje maken. En ja, wat ik heel belangrijk vind is dat ik me ook echt thuis voel in zo'n keuken. Ja, ik heb nog nooit zo meegemaakt, moet ik zeggen. Nee, ja, sorry. Ik stel het een beetje raar is, maar... Dit heb je maar uit de koelkast hier gehaald. Ja. Oh. Wil je een broodje? Nee, dat kan. Nee? Martijn, heb jij zin in een broodje? Broodje ei? Ja, als je toch bezig bent.
Kijk eens, broodje. Ze kunnen weer terug, hier vandaan. Ik heb ook nog andere mensen die natuurlijk komen. Ja, 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 geen zorgen, ik ruim het allemaal op. Heel eerlijk, dit doet hij vaker. Deze man die staat gewoon 24/7 in de keuken. En als hij is gewoon voor mij heilig. Als hij een gast van huis ziet, dan moet hij dat even doen. Ik kan niet bij een bezichtiging. Nee. We gaan dit ook niet, we gaan dit ook, was dit even af en dit eten we buiten op. En dan, dit gaat anders maar staan, dat doe ik het zelf wel, dan... Als jij zou willen doen, super fijn. Nee. Superman. Ja, hey, voor komen. Yes. Tuurlijk. Succes vandaag, hè? Hij wist echt niet wat hij er weer aan moest. Nee, dat doe je niet. Want ja, het eitje is er al. Wat moet je doen dan? Ik stond in de badkamer. Je ruikt gewoon vol ei. Eerlijk? Best lekker broodje ei, toch? Eerlijk, Joost? Sinds tijden niet zo ongemakkelijk gevoeld. Echt, what the fuck? Ja. Toen hij zei van... Yo, ik ga het wel fixen voor je. Dacht ik, yes, kunnen we hier eindelijk weg uit deze bizar ongemakkelijke situatie. Die dezelfde kan ik lekker mijn broodje ei genieten. Maar goed, het is gelukt. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe giergasten/nieuwsgierige video. Tot dan. Ja, laat het weten in de comments of je dit zelf ook zou willen proberen. Ja, ja, ik kan het je echt aanraden. Moet je echt benieuwd naar. Moet je echt doen. Is het waard.